1927 gaan moedige mannen het werk ondernemen. Een dijk te bouwen tussen Wieringen en Friesland. Om zee te scheiden van zee en water te herscheppen in land. Er is twijfel en angst in het hart van miljoenen. Want zij pioniers, zij trekken ten strijde tegen de wil der natuur. Die allmachtig is. Landen op de barricade, steden bouw, voor nieuwe zegenbouw. We zien de wereld daar in dalen, goed in hand. And
leen valt op leen. De dagen worden kort, de dagen worden lang. De wind komt uit west, de regen uit noord. De winter is hard, de zomer gloed smoort. Geen storm is zo zwaar dat hij ons overwint. Geen dag van het jaar die niet altijd weer vindt.
Wat zei je? Kijk eens, daar heb je een. Dat is de Geus. Hij is orenblauw niet gebleven. Hij zal zoveel vangen hebben dat hij niet verder komt. Net wat voor de Geus om uit te varen als hij niet uitvoert. Wat een harde kop. Hij zal wel merken dat er niks meer te vangen is. Hij geeft nieuw. Kom binnen. Zal wel niks gevangen hebben. Ik wil nog even een boodschap. Waarheen? Zouthaan voor het eten. Van hem uit. Zeg dat ik niet meer uitvaar. Middag. Wel, Maartje, een pond zout, alsjeblieft. Is er bij jullie thuis iemand verliefd? Hoezo? Je hebt gisteren ook al een pond zout gehaald. Oh ja, het is voor om Willem. Oom Willem is vanmiddag binnengekomen. Zo. Anders nog wat? Ja, ik moest nog. Nee,
Anders niks. Tien, twintig, dertig, veertig, vijftig, één gulden. Jaap is zeker ook al terug. Nee, hij is nog niet gekomen. Nou, goedemiddag Sam. Helemaal niet meer uit. Blijf aan land. De Zuiderzee is niks meer waard voor de visvangst. We moeten naar een andere bestaan kijken. Ze blijven toch allemaal vissen? Daarom blijven ze ook allemaal gebrek. Naar je vader gaan wil ik niet zeggen. Ik wil je dochter hebben. Maar waar we van moeten leven, dat weet ik niet. Wanneer wil je naar vader gaan? Als ik werk heb gevonden. Eerder vertellen we niks, hè? Nee, Maartje. Eerder vertellen we niets. Lang met zich zoenen laat, zo lang is dat vrij of te vrij. Zo lang bestaat, is er ook nog een Zuiderzee. Zolang je nog een hengelaar ziet bij ons aan de waterkant, zolang is het een nieuwe land nog niet, maar enkel de haak en het land. Je weet dat het een Zuiderzee.
Wat kan je eraan doen? Met wat kan je eraan doen? Waar rekken we nog allemaal? Ja, voor hongeren kennen we. We moeten protesteren. Het hele land moet weten wat de drooglegging voor een ramp voor ons is. Sinds maanden hebben we niks meer gevangen. Geen bot meer, geen haring, geen anchovis, geen garnalen, niks. De Zuiderzee is geen Zuiderzee meer. Maar een IJsselmeer is het net zo min. Het water is niet zout en niet zoet. Geen zeevis blijft erin leven en geen riviervis. Niks. Dood water. Maar kunnen wij er wat aan doen? Wij hebben het voorspeld. Wij zijn er altijd steugen geweest. Wij hebben gewaarschuwd. Van de steun kunnen we om het bestaan. We hebben het lang genoeg vooruit geweten. We hadden veel eerder naar wat anders moeten omkijken. Wel ja, de vette baantjes liggen zomaar voor ons opgeschept. Vette baantjes of niet, het heeft er niet mee te maken. We bennen vissers en we blijven vissers. Dat kan geen werk verschaffen van de wereld. Wat dan veranderen? De werkverschaffing niet, maar we zelf als wel. We hebben niet nodig ons te veranderen. We hoeven ons niet te schamen voor het beroep dat onze vaders en grootvaders al hebben uitoefend toen de eerste ingenieur nog geboren moest worden. Protesteren, dat kennen jullie. Altijd maar protesteren. Wat schieten we ermee op? Denk je dat ze de Afsluitdijk zullen afbreken voor ons plezier? Ze moeten ons helpen. Helpen? Waarmee? Met werk? Dat willen jullie trouwens niet. Denk je dat de regering zich wat van ons gejammer zal aantrekken als we tegelijkertijd kermis gaan houden? De kermis heeft er niks mee te maken. Net wat je zegt. Moeten we zeker wachten met kermisvieren dat we begraven binnen. Wat is zuurpruim? Ben geen zuurpruim. Hij kan tenminste dadelijk een ander bandje vinden. Hij kan zo verstoord worden. Meneer is teugen de kermis. Zijn meisje rijden al elke avond kermis. Weet je eigenlijk wel wie dat is? Die je daar beledigt? Nou, zeg het eens. Misschien kennen wij er ook nog eens een lolletje mee hebben. Dag, oom Willem. Zullen we maar niet eens beginnen, hè? U hebt nog nooit gegoten afwas. Moet u bij ons thuis eens zien.
ieder dag zoveel kopjes en badden. Mezelf, hè, als je met z'n drieën bent. Maar nou krijg ik het wel wat rustiger. Vader en Jan varen vanmiddag uit. Gaat u niet uit? Ik ken niet. Ik ken niet uitvaren. Jaap is... Wat is er met Jaap? Jaap is ziek. Waarom neemt u dan geen andere knecht? Ik moet geen andere knecht. Afleggen! Jaap is binnen. Goed weer voor de aal. Het zal niet veel geven. 46 vaart uit. Zonder van de moeite. Ik heb ons geen doel. Ik wil een toekomst hebben. De Zuiderzeevisserij is geen toekomst. Ik kan dus wel verrekken. Je kunt toch een andere knecht nemen? Dan ben je daar genoeg zonder werk. We zijn aan elkaar gewend. De directie van de
Zuiderzee werken, afdeling werken. Dag slechter. Het is geen 3 pond. Zelf rondwerker of steenschouwer of boerenknecht. Ik zou je danken voor zulke hondenbaantjes. Je hoeft geen boerenknecht te worden. Ik boer? Je kan zelf boer worden. Als je 21 bent volgende week, kun je je erfenis van je moeder laten uitbetalen. Nou, wat zou ik doen, ommers? Ben ik een boer of ben ik een visser? Heb je wel eens een Volendamme boer gezien? Ik zie me dan lopen achter de ploeg. Thank you.
Ja. Weet je nou zeker dat je naar de Zuiderzee werken gaat? Natuurlijk. Ik ben het al aangenomen. Oom Willem hebt er veel weet van dat je van hem weg bent. Ja. Zou je niet toch weer met mijn oom Willem willen uitvaren? Dat gaat niet. Ja, ook niet als ik het je vraag. Nee. Thank you.
Aan den weletele heer Dirk Brak Volendam, weletele heer, gevolgevende aan uw verzoek dato 9 dezer, heb ik het moederlijk erfdeel van uw zoon Jan Brak te zijne beschikking gesteld op het bijkantoor van de Twentse Bank al hier. Bedrag volgens bijgaande specificatie. Voor den aankoop van een goed renderende boerenhofstede. Ik war geen boer. Ik war geen boer. Ik war geen boer. Jij wordt boer, als ik dat zeg. En waarom wordt u het dan zelf dus ook niet? Omdat ik te oud ben, jongen. Nou, kunnen we nog hem op eens beulen? Ja, dan gaat hij dan. Dag moeder, hoe gaat het met je? Ik ben net aangekomen met trammetje. Je komt toch thuis eten?
Dat wil ik ze juist eens vertellen hier aan het dorp. Er is daar gunstig genoeg te doen. In de proefpolder en bij de wegaanleg. En bij de sluizen. Werk genoeg. Ik zou best een stuk of 10 van de jongens kunnen meenemen. Pas maar op. Oppassen? Waarvoor? Willem de Geus, zie je? Die had het hele dorp tegen je opgestookt. Tegen me opgestookt? Wat? De Zuiderzee werken gebeurt. Oh, dat wou ik jullie juist eens komen vertellen. Zo is het dat. Nou, dat hier geen droog brood meer te verdienen valt, moesten jullie er eens een beetje meer om bekommeren wat er dan gebeurt. Nou, krijg maar ook zo'n tofpitje op. Let die proefbollen niet vlak in de buurt van Meterblik. Is dat alles wat jullie weten te zeggen? Nee, ik heb nog wat te zeggen. 7 bier. Verdonderen, kennen jullie me niet. Maar één ding kan ik jullie wel vertellen. Over een paar jaar lag ik jullie uit. Jongen. Dag. Tot zo lang kunnen jullie lachen. Zo, dag. Zei je me daarvan, komt je zieltjes winnen voor de drooglegging. Twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig, negentig, duizend.
hebben hier een openbare verkoping. Bij afslag komt nu de in prima staat verkerende Volendammer botter. De Volendam 42. Tot dusver hebben we de toebehoord aan Klaas Buis al hier. De botter wordt verkocht met volle tuigazie. Zoals zeilen, kuilen en anderszins. We beginnen met een bedrag van 1200 gulden. 1200 guldjes voor deze eerste glas botter van Klaas Buis. Een lapje van 25 is die bewaard aan oud hout. Het is een botter waar de Zuiderzeevis sinds 20 jaar aan gewend is. Een botter die de zwaarste stormen heeft doorstaan. Biedt er niemand 1200 gulden? Niemand niet? 1150 gulden, mijn heren. 1100 dan. Kom, mijn heren, voor deze prachtbotter, 1000 pop. 950 dan, mensen. Kom toch, het is een kopie. Het is een prachtbottertje, mijn heren. Een prima bottertje. Gewoon weg, cadeau. Niemand 950? Niemand niet? 900 dan. Mijn! Meent hij dat? Je bent gek, joh. Je had hem voor de helft kunnen krijgen. 900 gulden voor de eerste maal. 900 gulden voor de tweede maal. 900 gulden voor de derde maal. Niemand meer. De VD 42 is voor Jan Brak. Ik zal maar niet uitvaren. Komt zwaar weer uit Zuidwest. Ik ben niet zo bang als jullie. Wat een lucht. Pas maar op met zo'n vreemde botter. Als je altijd thuis blijft zitten, is geen wonder dat je niks vangt. Wat doe je daar? Ik wou hier opruimen, maar ik weet niet waar die bussen heen motten. Afblijven van die bus! Afblijven, zeg ik je! En wil je gebeten als je er nog eens aankomt, anders slaat je dood. Thank you.
is Jan nog niet terug, vader. Als Jan komt, zal ik aardappels opzetten. Jan is uitgevaren. Aline? Hij heeft een botter gekocht voor hemzelf. De aardappels worden steenkoud, vader. Kom maar naar bed, kind. Moet je dan niet eten? Thank you.
glas bier. Jan nog niet terug, vader. Dirk, de 42. Wij zullen nooit genoeg krijgen van de Zuiderzee. De Zuiderzee heeft genoeg van ons. Thank you.
Ben je alleen nog thuis? Ja. Zie je, ik kwam eigenlijk om je te vragen of je nog boos op me bent. Nee, ik zal vanmiddag wel weer komen opdraaien. Maar die bussen, onder in de kast, daar blijf je af. Ik wil nou eenmaal niet dat er iemand aankomt. Dat wil ik nou eenmaal niet. Goed, onwel. En praat er ook met niemand over wat ik daar heb staan. Begrijp je? Weet je niet waar je vader is? Nee, ik weet niet. Maar, dat ik wacht er niet gedacht. Wat is er van nieuws in Volendam? Er is kermis. Jaar ouder geworden. Maar ze zeggen wel er is, met de jaren komt het verstand. Als uit mijn verstand, morren en protesteren helpt niks. Maar de mensen die inzien dat het anders moet, zoals jij en ik, die moeten samen gaan. Hoe weet u dat ik er ook zo van denk? Van Maartje. Van Maartje? We zullen het samen proberen. Thank you.
gevraagd om hier te komen. Verstandig woord met jullie te praten. Een andere plaats hebben we niet kunnen vinden. Overal dansen ze en maken ze lawaai. Ze doen of ze geen zorgen hebben. Maar we hebben allemaal zorgen. Dat geen een van ons weet waar hij het komend jaar van moet leven. We moeten ondersteunen. Ons ouderen zal de regering wel blijven ondersteunen. Wij kunnen ons niet meer veranderen. Maar wat zal er met onze jongens gebeuren? We zijn slechte vaders als wij er niet voor zorgen dat ze later geen steun nodig hebben. Dan moeten we ze zeker naar de touwfabriek sturen, dat ze op een goede dag zonder handen thuis komen. Een jongen die de zee in zijn bloed heeft, krijg je niet naar een timmermanswerkplaats. Onze jongens hebben geen toekomst, net zo min als wij. Ze hadden naar ons moeten luisteren toen ze de dijk gingen bouwen. De dijk had ons ons brood gekost. Maar de dijk is er en de dijk blijft er. Daar valt niet verder over te praten. Maar waar jullie aan moeten denken is dat de Zuiderzee wat drooggelegd. Niet alleen afgesloten, maar drooggelegd. Over 10 jaar, misschien wel over 5 jaar. Ligt Volendam niet meer aan de Zuiderzee en niet aan het IJsselmeer, maar aan een plassie waar jullie zondags in kunnen gaan hengelen. De zee is drooggelegd, valt er duizenden hectare nieuw land te bebouwen. Dat betekent ruimte voor tienduizenden boerderijen. Dat betekent het bestaan voor tienduizenden van gezinnen. De boeren hebben het net zo slecht als wij. We moeten niet denken aan wat nou is, maar wat komt. De crisis zal niet eeuwig duren. Als jullie jongens groot binnen, zal het boerenbedrijf goed gaan. Maar van de Zuiderzeevisserij zal er niks meer over zijn. Ik denk er net zo. Wie heeft er hier gelijk? Maar jongens, soms, er moet maar één ding gebeuren. Ze moeten de Afsluitdijk weer afbreken. Dat is waanzin. Het gaat niet om de regering. Het gaat niet om de Zuiderzeecommissie die lintjes willen krijgen. Het gaat niet om de aannemers die eraan hebben verdiend. Het gaat om ons. Alleen nog om ons. Wij willen leven van de Zuiderzee. En we verrekken als er geen Zuiderzee meer is. En als jullie me niet willen helpen, als jullie te bang binnen, dan zal ik het alleen nog doen. Dan zal ik die hele afsluiten. Is toch zo gek niet wat hij zei? Ach, ga weg, man. We hebben er niks bij te winnen. Alleen niet aan te verliezen. Misschien hebben we daarbij te verliezen. Jazeker.
Maar het hele land heeft erbij te winnen. Het hele land. 8 miljoen mensen. Natuurlijk hebben we van de Zuiderzee geleefd. Onze vaders. Onze grootvaders. Maar is het daarom onze Zuiderzee? Of is het de Zuiderzee van het Hollandse volk? Je weet niet wat het visser leven is. Je hebt er geen flauw benul van. Maar ik heb er benul van. En ik zeg wie niet weet dat de tijd voorbij gaat en dat elke dag wat anders van ons wil. Die weet niet dat hij leeft. Waar er al lang op me gewacht wordt. Ga nou maar. Waar er al lang op me gewacht wordt. Naar de Afsluitdijk. Hij gaat hem de lucht in laten zien. Hij heeft hier niet bij zich. Volendammers, we moeten hem na. We moeten het Rijk redden. De Afsluitdijk redden? Zou een zegen zijn als je de lucht loopt. We moeten nog niet aan onszelf als denken. We moeten hem na. We moeten Willem inhalen. We moeten hem inhalen. Thank you.
Wat gebeurt er? Gelijk met Willem de Geus dragen ze nog wat anders weg. Het verzet tegen de nieuwe tijd. Door zijn dood hebben de anderen eindelijk begrepen wat er moet gebeuren.